Ik ben Lucas en speel de vader in Fataal de Musical. Ik sprak met Vincent en zijn moeder Heidi. Vincent is na een avondje stappen in elkaar geslagen en spreekt sindsdien op scholen over zinloos geweld. Oké. Ik wil als eerst even vragen, hoe gaat het met jullie? Goed. Ja? Inmiddels gaat het goed, ja. Inmiddels wel. Inmiddels wel. Weer een nieuwe periode gestart, dus ja. Dat loopt. We zijn nog wat zaakjes rond de rechtszaken bezig, maar daar horen we weinig van. Ja. Ja, dan moet je echt achteraan bellen, dat is wel jammer. Ja. Kun jij uitleggen wat er voor jou veranderd, echt voor jou persoonlijk echt veranderd is na het ongeluk? Ja, eigenlijk alleen mijn gehoor. Mijn rechteroor is blijvend doof. Ja, ik hoor nog een speciaal frequentie mee. Maar dat eigenlijk alleen dieren volgens mij horen dat. Dus voor mensen is dit gewoon eigenlijk blijvend doof. Ja. Op het werk, op de bouw is het altijd rumoerig. Dus zodra mijn vader bijvoorbeeld tegen me zegt van pak dit op, doe dat even. Dan knik ik meestal even lief ja, hoop dat ik het goede zeg, weet je wel. Dat, ja, gelukkig weet hij dan de situatie, maar als zou ik elke dag met anderen moeten werken, zou dat heel lastig worden. Kijk, je kent het nooit van tevoren weten wat er gebeurt op een avond. Ja. Dat wist ik ook niet. Mm-hmm. Maar je kan wel bewaakzamer zijn. Of als je een situatie ziet dat er iemand in de kamer wordt gemapt, spring je dan tussen of zorg ervoor dat er meer hulp bij komt. Ja, want wat zijn de reacties die jullie krijgen op de wat jullie op de scholen doen? Ja, zeer positief. Die vindt het gigantisch knap dat we deze stap hebben gezet natuurlijk. Ja, dat hadden we zeker na de vrijspraak van de dader, hadden we dat echt wel heel erg nodig. Want hij is vrijgesproken. Hij is vrijgesproken. Ja, ik met mijn leken gedachten denk dan van hij heeft bekend. Hoeveel bewijs wil je hebben? Maar dat is dus duidelijk toch niet genoeg. Of hij heeft het teruggedraaid. Wij mogen dat vonnis niet inzien, want de dader is minderjarig. Want Milan die pleegt uiteindelijk zelfmoord. Ja. Omdat hij gewoon niet meer kan doen wat hij daarvoor kon. Ja. Dus voor hem heeft het geen zin meer. Kan jij je voorstellen dat je zoiets zou doen als je echt ik vind het een hele rare vraag eigenlijk. Ik weet waar jij heen wilt. Ja. Als zou ik niks meer kunnen doen. Ja. Stel dat ze je zo hadden geslagen dat je in een rolstoel zou komen. Ja. Kan je dat voorstellen? Nee. Maar ik denk wel dat ik het besluit van Milan dan misschien wel zou begrijpen. Want in het ziekenhuis waar ik je leg, werd ik al gek. Ja. Ik moet buiten zijn, ik moet dingen kunnen doen, ik moet kunnen bewegen. Ja. Ik kan niet stilzitten. Ja. Lekker, wij maken dus nou een musical ervan. Mm-hmm. Met liedjes. En wij proberen dat dan ook, omdat het natuurlijk een heel zwaar onderwerp is, eigenlijk. Proberen we dat op heel veel momenten zo licht mogelijk te maken. Dus ook met humor en af en toe flauwe grapjes. Ja, wat vinden jullie ervan? Is het dat je zegt net met dit, dat moet ook? Ja, maar dat doen wij in de voorstellingen ook. Ja. Kijk, dat ik Vincent voor het eerst weer wakker zag na de mishandeling. Mm-hmm. Toen vroeg ik aan hem van, jezus jong, wat is er nou gebeurd? En het eerste wat hij tegen mij zegt, dat is zo heel op zijn Noord-Hollands, maar hij zegt tegen mij, al sla je me dood. Oké, dat was dus bijna gebeurd. Ja. Weet je, dus ik moest op dat moment, ik denk, nou, dat gevoel van humor heb je hier in ieder geval nog. En dat nemen we ook mee in de voorstelling, want anders zitten die kinderen daar helemaal 40 minuten met zo'n brok in hun keel. Je moet er ook luchtigheid aan geven, dat is op een gegeven moment ook belangrijk. Nou, het leven is niet leuk zonder humor. Precies. Ja. Het hoort er allemaal bij. Ja. Denk je dat je er ooit om kan lachen? Kan ik nu al. Ja? Ja, aan het begin al. Ik was net thuis en... Ik denk ook misschien over een tijd. Nee, maar weet je, kijk, ik heb dan zo'n beetje een lompe vriendengroep. Ja. Om een beetje boers. Ja. Dat is wel heel goed gezegd. Ja, en we zaten weer even bij mij thuis. En ik weet niet eens hoe lang thuis was of zo. Nee, ik had net gehoord dat ik de rest doof was. Dat is een maand of twee later. Dus ja, maar de grap van de dag was natuurlijk van ben je doof of zo? Ja. Vins. Jezus man, ben je doof? Dat is het ding, weet je. Kijk. Je kent ze kwalijk nemen, maar het is gewoon de realiteit. En ja, zo zijn we onder elkaar. Ik weet ook dat het niet maar dat voor hun gewoon als schijntje is om de sfeer erin te houden. Ja. Dus wat dat betreft vind ik het allemaal wel best hoor. Ja. Ja. Ja, het is niet anders. Je kan overal om janken, maar... Ja. Nou,
Nou, dat hebben we ook gedaan met z'n allen. Ja, we staan nog op de pootjes. Maar, ja, precies. Dus. Fijn. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Bedankt. Ja.